veel mooie watervalken hier in het Pietstaal. Toen me een beetje denken aan de Noorse fjorden. Daar was het ook waterval na waterval. Toen Bianca en ik op de grote reis vertrokken, zijn we dus eerst helemaal naar het noorden van Noorwegen, de Lofoten, gereden. En dan in de fjorden kwamen we ook constant zo'n dingen tegen. Link naar zo'n vlogje. Toen had ik wel nog geen drone en zo. En ja, enfin, hierboven. We zijn weer toch ingereden. Om ja, voor Johan, dat hij een keer waarschijnlijk dingen herkent uit zijn jeugd. Ik ben hier denk ik niet geweest. Ik herinner me nog dat we hier ooit hebben willen oversteken. Dus hierachter ligt het Kaunertal. Maar als ik het goed voor heb, kwamen mijn vader, mijn broer en ik boven. Er is ginder op de kam. En lag er daar te veel sneeuw, konden we niet doorsteken. En hebben we dan maar teruggekeerd. Ondertussen was wel mijn moeder naar hier ergens gereden voor ons op te pikken. In die tijd geen gsm's, dus hoe dat ze uiteindelijk teruggeraakt is en met hoeveel of zonder zorgen, dat weet ik niet. Maar s'avonds zaten we wel allemaal terug samen in Kaunas bij Monica, dus dat was in orde. Goed, nog 20 kilometer en dan stopt letterlijk de weg. Johan vertelde mij dat dat voor hem de eerste ervaring was met een weg die stopt. Zo, we zijn aan het einde van het Pietstaal. Ik ben er vrij zeker van dat dat het brugje is waar Johan over spreekt. Dus vroeger blijkbaar zou de gletsjertong tot hier komen piepen zijn. En daarachter ligt dus de grootste gletsjer van Tirol. Die ondertussen spijtig genoeg door de climate change veel kleiner is geworden. Hè. En ja, verder als dit mogen we hier niet. Spijtig dat dit geen Roemenië is, dan zouden we mogen verder rijden. En nu waarschijnlijk direct als Johan komt voor hem een emotioneel moment. Hij wil hier alles in zijn foto op het bruggetje. We zullen die hier mooi in beeld zetten. Ik gun het u, Johan. Ik heb de reis gezegd, begin van uw klimcarrière. Begin van mijn klimcarrière. En hier eindigde de weg. Op de Pakistan, recht toe. Recht vooruit, op die top, mooi. In de hoek ligt Landek, dan moet dat daar Prut zijn en dan moet dat Ladis zijn, hè. Maar ik zie het kasteel niet echt, maar het zou moeten, hè. Want hier stroomt dus de Inn, prachtig, en ik ga een foto maken. Als het doet nog altijd zijn we fraai. En hier van onder was dan, daar was de ontbijttafel en zat een spinnenwielstaal, prachtig. Ja, heel de jaren 80 tot,
tot misschien 92 of zo, ik weet niet. Dat is nog niks veranderd, joh. Dat is kwinnie raar. En dat madameke is echt zo, ja, dat zal nu wel heel oud zijn. Het is nog ver. Gaan we gaan eten, Johan. Eerst nog een foto van ons dorp. Ladis. Een verademing.